Ik werk in het Sint-Jozef Instituut in Antwerpen, dat is de gehandicapte sector. Wij gaan vandaag actie voeren en staken omdat we echt niet akkoord zijn met het beleid van onze regering. Wij zijn al getroffen door de PNPR en ze gaan nog besparen ook. Dat is er te veel aan. Ik ben Sisse Lambaert, ik werk bij Werkhaven. Wij zijn al ruim 8 jaar bezig met het creëren van werk voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ook de gevolgen van de besparing eigenlijk moeten wij snoeien. En daarbij worden ook de mensen met de laagste inkomens ook nog eens extra belast. Ik denk dat bij ons het accent vooral ligt in het verlengen van de loopbaan. Dus het achteruitschuiven van de pensioenleeftijd. En het toezitten eigenlijk van de aan de loopbaan maatregelen zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Ik denk dat dat bij onze mensen zeer hard leeft. Ik staak vandaag omdat ik vind dat de regeringsmaatregelen absoluut niet kunnen. Dat pikken we niet. Ik werk bij OLO, Open Luchtopvoeding. We hebben vandaag actie gevoerd. Alle collega's gaan mee in actie de 15e december. Iedereen gaat mee. Wij gaan plat, omdat dat niet kan. Onze sector die wordt afschuwelijk behandeld door deze regering. Ik werk in het Middellijm ziekenhuis en ik staak omdat ik vind dat de lasten niet gelijk verdeeld worden. Dus er komt heel veel op de middenklasse en de lage klasse terecht. En de hele grote vermogens die ontsnappen weer al. Ik werk bij een beschutte werkplaats in Antwerpen. Vandaag staken we. Dus bijna iedereen aan het staken omwille dat het een van de regeringsmaatregelen, bijvoorbeeld langer werken, is voor ons het moeilijk en niet haalbaar. En voor het 15e hebben we het allemaal volledig plat liggen. Blijven investeren in zorg, welzijn en cultuur. Blijven investeren in zorg, welzijn en cultuur. Blijven investeren.